Boris heeft enorm veel dorst en ook enorm veel knaldrang. Ik heb dat ook, jullie ook waarschijnlijk. En daarom was het des te leuker deze week om een keer te spreken over de beleidsnota feesten op de Gentse gemeenteraad. En het stadsbestuur staat er alvast helemaal klaar voor, zodra het kan en het mag. En ook nog een groot geheim. Weten jullie dat het ook mogelijk is om kunst aan te kopen wanneer je niet zo'n groot budget hebt? Dat is mogelijk dankzij Kunst aan Zet. Kunst aan Zet is een renteloze lening om kunst aan te kopen van Belgische kunstenaars. Dus ik zou zeggen, neem zeker een keer een kijkje op de website van Kunst aan Zet. En tenslotte had ik vandaag de max van een interview met Wim Oosterlink over een van mijn grote passies, en dat is lezen. Daarover ga je later zeker meer horen. En nu kijk ik vooral uit naar de koers op zondag. Ik zet vooral mijn geld op Wout van Aert. Salukes en fijn weekend. Heb je gedaan?